Dus wat ik eerst ga doen, is de oude cv-ketel eraf halen. En ik zal het even laten zien. Er zit al een microbellenontluchter en een magneetfilter zit er al op. Die gaan we gewoon hergebruiken. Ik zet goed vast. Iets grotere tank. Zo, de rookgas eraf, de rookvoer, komt ook niet meer terug. Je ziet dus gelijk hoeveel ruimte er tussen zit. Hier. Dus hier verlies je gewoon ontiegelijk veel warmte. Zo. Moet je eens kijken, achter het plaatje. Dit is echt stoken voor de buitenlucht. Niet normaal. Hier. Deze ketel die stond al op 8 kW afgesteld. En dan merk je met deze ketel dat die continu stond te pendelen. Dus 8 kW voor deze woning is veel te veel. Dus ik vermoed dat als je 3,5 kW hebt, dat die gewoon continu op een laag pitje gaat draaien. Dus per radiator misschien zo'n 500-600 watt. Hangt een beetje van de isolatie van de woning af.
Dus we gaan zo meteen test draaien. Als alles geïnstalleerd is. Eerst maar dat oude ding eraf. Wat ik even doe, er zit een automatische ontluchter bij, maar die gaat heel vaak lekken. Dus gewoon even een andere automatische ontluchter. Deze lekt nooit. Wat betere kwaliteit. Die zet ik er bovenop. Dus die komt er zo op. Wat ik ga doen, ik ga er zo meteen eerst een buis tussen persen. Hier. Zodat deze aansluiting straks recht zit. Wat er nog wel eens gebeurt als je deze koppeling aanpeest hier. Dat is op dikwandig. Dan wil die nog wel eens scheef gaan staan. Ja, dat ziet er natuurlijk niet uit. Dus ik doe hem eerst met leiding en al de rechtop persen. En dan later snij ik hem door. Voor de T-stukken naar de cv-ketel.
Zo, nou, het zit er bijna op. Ik zal even laten zien wat ik heb gedaan. Even kijken. Zo. Dat is de boiler, 50 liter. Je ziet, het is niet mooi. Temperatuur. Dus er komt hier koud water komt er binnen. We hebben een wasmachinekraan voor de wasmachine. Een wasmachinekraan voor het bijvullen. Dan hebben we de kogelafsluiter met controleerbare keerklep. Overstort 6 bar. Komt hier koud water binnen. Tweeledige koppeling. En hier gaat warm water weer richting de douche. En niet naar de keuken, want daar hebben ze al een close-in boiler zitten. En op zich, deze vrouw is alleen, dus die heeft aan 50 liter. Is ruim voldoende. En dan hebben we hier de elektrische cv-ketel. Automatisch ontluchter. Drukmeter, je overstort, die loopt hier de afvoer in. Nou, precies hetzelfde als met elke andere installatie. Microbellenontluchter, maar die zat er al. Inregelkraan, magneetfilter, pomp. En ik heb hem nu op 1 fase aangesloten. Dus nu is die 2 kilowatt. Hier heb je de raletjes zitten. Hier de verwarmingselementen aansturen. Print. En hieronder zitten de verwarmingselementen. En het expansiewatt. Werkschakelaar. Vulkraan, aansluiting voor de wasmachine, aan de stopcontact erop gezet en hier heb je nog de overloop voor de boiler. Daar zit dus het oude gat waar de rookgassen doorheen gingen. Dus nu is afgedicht. Dus daar gaat niks meer aan warmteverlies door. Nog even afwerken straks en dan is het klaar. Dus perkschakelaar aan. Drukken we hem aan. En dan krijgen we automatisch ontluchtingsprogramma. En dan zie je dus nu ook, ik heb hem al afgesteld. En ik vind een elektrische boiler efficiënter als een zonder boiler. Waarom? Dat zal ik vertellen. Hij is nu op temperatuur. Hij is 65 graden. De zon schijnt. De klant heeft zonnepanelen. De panelen blijven terugleveren. Op het moment dat een zonder boiler op temperatuur is, dan stopt hij. Want hij is op temperatuur. Maar dan stopt het hele systeem. Ga je vakantie. Dan zet je hem uit. Kan met een zonneboiler ook. Maar in dit geval blijven de zonnepanelen dus terugleveren. En met een zonneboiler stopt het systeem. Kom je terug, zet je hem aan. Een ander voordeel is, het is altijd 65 graden. Bij een zonneboiler heb je hele wisselende temperaturen. En dan heb je altijd een kleine kans op legionella. Deze is 50 liter, meestal is 80 liter voor 2 personen. 120 liter voor 4-5 personen enzovoort. Ja, zo simpel werkt dit eigenlijk. Zo sluit je hem af. Overstort, als de boiler opwarmt, loopt hier wat water weg. Elektrische cv-ketel, net zo simpel. Ik
koud water komt terug, pompie, je overstort, heet water komt eruit. Er zit niks in. In tegenstelling tot zeg maar een warmtepomp. Dus ook dit is weer een vrij simpel systeem. Stil systeem. En ik vind het persoonlijk, als je een installatie goed inregelt, is dit efficiënter en beter voor het milieu als een warmtepomp. Ik ga hem even beneden aanzetten. Toon zit erop, dus die kan gewoon op deze ketel. Het is geen een modulerende thermostaat, kan er niet op, omdat het vrij laag vermogen is. Dus dan heeft het eigenlijk niet veel zin. Je kan je aanvoertemperatuur instellen. Je kan instellen hoe snel die verwarmingselementen aangaan. Pompnadraaitijd kan je instellen. Dat is eigenlijk bijna hetzelfde als een traditionele cv-ketel. Ik ga hem even aanzetten en dan kan je even luisteren hoe die, wat voor lawaai die maakt. Nou draait hij 2 kilowatt. Het is een iets trager systeem. Als je hem aansluit op 3 fasen, dan regelt hij hem zelf naar 2, 4 of 6 kilowatt. Het is een huis uit 1973 met radiatoren van de 3 gebruikt worden. Dus ja, de aanvoertemperatuur staat op 70 graden, waar de oude ketel ook op ingesteld stond. Dus ja, hij is nu 30 graden. Ik weet niet of je het kan zien, ik zal even inzoomen. En zo zie je heel langzaam de temperatuur oplopen. Dus dan zetten we hem even uit. Doe de mantel eroverheen. Druk je hem uit. Werkschakelaar uit. Is die spanningsloos. Wat ik zelf heb gedaan, is even een verbinding gemaakt. Erop. Want die zit normaal gesproken aan de binnenkant van je mantel vast. Nou, gaan we de mantel erop doen. Harde kabeltje vast. Mantel eroverheen. Zo. Schroefje eroverheen. Schroef je daar overheen. En die moet dan hier overheen, zodat het er netjes uitziet. Maar ik vind het dan een beetje... Ja, dat is het net niet.
zie je, die duw je eroverheen. Dus als je de mantel eraf haalt, moet je dus eerst zorgen dat deze eraf is. Zo. Als je nu gaat schuiven en je haalt de mantel eraf, dan beschadig je die hele rand. Dus ik hoop dat ze hier nog een keertje een andere oplossing voor zoeken. Dat het er weer netjes uitziet. Dus gaan de werkschakelaar weer aan. Gaan de lampjes aan. Telt u weer af, pomp gaat draaien. En klaar.